Welkom bij het COVID-19 journaal. Het land is dit weekend in total lockdown. Dat wil zeggen dat u vanaf vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur niet op straat mag zijn. De noodzaak van deze specifieke maatregel is voldoende uitgelegd door onze autoriteiten. Met de total lockdown kunnen hotspots sneller worden aangepakt, waardoor ook de kans op COVID-19 besmettingen sterk wordt verminderd. De total lockdown is niet bedoeld om het ongenaam te maken voor u of om u te pesten. Laten we ons keurig aan de regels houden en verder verspreiding voorkomen. Ik wil u bij deze vragen om rekening mee te houden dat vrijdag aanstaande vanaf 8 uur in de avond tot en met maandag 5 uur in de ochtend we de zogenaamde total lockdown hebben. Dat houdt in dus dat mensen die geen behoefte hebben, althans die niet verplicht op straat moeten zijn voor werkzaamheden of voor andere dringende zaken, dat die mensen thuis moeten blijven. De personen die op straat mogen zijn tijdens de total lockdown zijn de mensen die behoren tot de zogenaamde essentiële diensten. En zij die behoren tot de essentiële diensten, die hebben dan over het algemeen een bewijs van het NCCR dat ze op straat mogen zijn. En dat houdt in dus dat ze op straat zijn voor werkzaamheden of voor het feit dat ze van huis naar het werk gaan of van het werk naar huis. Mensen die niet op straat mogen zijn en die dat toch wel doen, als de politie u daarop betrapt, zal de politie u overbrengen naar een politielocatie. Zeg maar als het in de avonduren is, zeg maar vrijdagavond, dan zullen de overtreders worden gebracht naar een politielocatie tot de volgende ochtend 5 uur. Maar het is total lockdown tot en met maandag, dus wat gaat gebeuren? Als het vrijdag in de avond is gebeurd, gaan de mensen zaterdag in de morgen of in de ochtend weggestuurd worden. Maar ze gaan daarbij wel een bewijsje krijgen dat ze van de politie komen en dat ze op weg zijn naar huis. Let wel, dat briefje gaat niet gelden voor de hele dag. Toch? We gaan kijken waar u woont en naar gelang de afstanden die u zou moeten afleggen om van die politielocatie naar uw huis te gaan, zal dan de individuele politieambtenaar die u misschien staande houdt dan zelf dan kunnen beslissen of u inderdaad kort van een politielocatie weg bent gestuurd om naar huis te gaan. Eén. Wij worden ook geconfronteerd met het feit dat alhoewel de orde gesloten moeten zijn, er toch nog een exploitanten van vakantieorde er zijn die die orde openstellen voor mensen om te gaan voor vertier. Wij begrijpen het is vakantie, u wilt graag eruit, maar er heerst een COVID-pandemie en de president heeft maatregelen afgekondigd die moeten worden nageleefd. Niet om u onheus te zijn, maar is om ons, u en ik, te beschermen tegen dat virus dat heel gevaarlijk kan zijn. Dus wij doen nogmaals een beroep op u. Gaat u niet naar de orde, want de orde zijn gesloten. Omdat als u gaat en de politie komt daar om te controleren en u wordt daar aangetroffen, zal de politie maatregelen tegen u moeten treffen. Door ons wel aan de regels te houden, nemen we heel wat druk weg van de ordediensten en zorgverleners. In onze zorgsector is de druk niet te onderschatten. Niet alleen op ons, zorgpersoneel, maar ook op de accommodatie in de zin van hospitaal en IC-bedden. De druk is groot. Er ligt zoveel druk op die hele gezondheidszorg. De gewone burger heeft er geen idee van. Wanneer de gewone burger na het werk thuis zit en niks doet, zijn de mensen in de gezondheidszorg tot laat 's avonds bezig, zaterdag, zondag, bezig om te organiseren, te regelen. Artsen die bijna niet slapen. Dus ik denk dat die bevolking wel moet beseffen dat dit zeer, zeer, zeer ernstig is. En we lezen ook wel, want we zijn midden in die maatschappij, we lezen ook wel dat een groot deel van die bevolking denkt dat het een grap is of een hoax is. Tot het bij je deur staat. Tot je geïnfecteerd raakt en je kan niet goed ademen.
dan zal je zien dat het geen grap is. De mogelijkheid dat ook in het ziekenhuis besmetting optreedt, ja zeker, het is al gebleken dat we in ziekenhuizen besmetting hebben. Ook in het Sint Vincentius ziekenhuis hebben we een aantal keren een besmetting gehad. En dat treedt ons protocol in werking. Dat we zeggen direct contact tracing, wie is met een patiënt in aanraking geweest die besmet is, waarvan we het niet wisten. Want bij COVID-positieven die nu komen, weet je het. Je hebt alle voorbereidingsmaatregelen. Maar een patiënt kan hier komen om hele andere klachten en blijkt uiteindelijk COVID-positief te zijn. Dan treedt ons protocol in werking. Dus we isoleren het personeel dat zo'n patiënt behandeld heeft. We ontsmetten de ruimte. Het moet een bepaalde tijd ventileren, met oplossingen schoonmaken en zo. Pas als het zijn veilig is vanuit onze infectiecommissie, dan kunnen we het weer in gebruik nemen. Dus dat is zo in een nutshell ons protocol. Maar laten we ons op voorbereiden. Het ziekenhuis is juist een centrum waar zieke mensen naartoe komen. En de ziekte kan dus zijn COVID. En dat betekent dat wij eigenlijk een hoger risico lopen. En daarom noemen we het ook, we zijn in de frontlinie. En we moeten ons voorbereiden op dat ook hier COVID-besmettingen kunnen plaatsvinden. Het is niet makkelijk. Er zijn heel veel challenges qua personeel, qua materialen. We weten ook bijvoorbeeld dat de ziekenhuizen voor deze crisis al financieel in moeilijk weer verkeerden. En desondanks moeten ze nu op gaan schalen, COVID-bedden ready maken. En dat doen ze met de schaarse middelen die ze hebben. Iedereen werkt mee, iedereen zet zich in. Maar het is niet makkelijk. Maar de resources zijn niet ongelimiteerd. Er gaat ergens een grens komen waar we gaan moeten zeggen met ons allen, dit is het maximale, er is niet meer. Het is zo extreem belangrijk om je goed aan de regels te houden. Ook als je heel jong bent en zelf niet zo ziek ervan wordt. Want je kan andere mensen besmetten. Je opa, je oma, je ouders. Iemand die jong is maar bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft, zoals een nierziekte. En deze mensen kunnen zo ziek worden dat ze echt doodgaan. En dan heb jij dat gedaan. Dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Dus alsjeblieft, hou je aan de regels, zou ik willen zeggen, aan de jongeren hier. En dat geldt ook in Nederland. Want natuurlijk is het moeilijk om je aan de regels te houden. Iedereen heeft zin in een feestje. Iedereen houdt van gezelligheid. Maar je speelt met levens. En dat wou ik benadrukken. We worden iedere keer gebeld, maak plaats en moet plaats komen. Dus ik wil wel de samenleving op het hart drukken om de COVID-maatregelen te volgen en strikt te volgen. Want als ik naar huis ga, zie ik nog steeds mensen basketballen of voetballen en dan denk ik van, het kan niet. Je gaat naar binnen, je moet een face shield aantrekken, je moet een hele geweldige pak aantrekken, je blijft 4 uurtjes binnen, je zweet. En dan zie je iedereen nog lekker te spelen en ja, je hart bloedt. Als je weet dat je zo hard werkt en niemand zich zorgen maakt. Alle ziekenhuizen en instellingen die met min of meer pogen met de beschikbare middelen, maar ook zonder middelen en natuurlijk wordt dan een beroep gedaan op de overheid om erin te komen. Intussen hebben we ook de verschillende begrotingen bekeken van de ziekenhuizen in het kader van COVID-opschaling. Omdat u weet dat op 9 augustus ook een wet is aangenomen, uitzonderingstoestand waarbij het noodfonds is uitgebreid op verzoek van de regering en toestemming verleend door het parlement naar 1,5 miljard SLB. Dat is, lijkt veel, maar het is uitgezet over een periode van 6 maanden. En dat bedrag is niet alleen beschikbaar gesteld voor de medische zorg. Dat bedrag is beschikbaar gesteld voor Suriname. Dat betekent dat wij de medische zorg moeten halen daaruit. De sociale voorzieningen. Maar ook fiscale voorzieningen. Allerlei andere zaken. Arbeid, werkplekken, mensen die geen werk hebben. Dus van alles gaan wij daaruit moeten halen. En uit die begroting die is gereserveerd voor medische zorg, gaan wij natuurlijk proberen
uw werk en het werk dat wij allemaal willen hebben, maar ook die zorg, die continuïteit van die COVID-zorg te garanderen. Ook op het stuk van uitbreiding van benodigd medisch materiaal wordt vordering geboekt. Zo vond woensdag de levering plaats van 8 ultramoderne ambulances die door het ministerie van Volksgezondheid ten behoeve van de COVID-19-zorg waren besteld bij een lokale autodealer. Minister Amar Ramadien deed vandaag namens de regering de overdracht aan de diverse zorginstellingen. Directeur, hier zijn uw 2 ambulances in officiële overdracht. En zoals we hebben afgesproken daarnet, uw ziekenhuis is ook bezig met COVID-zorg met name. Dus we hopen dat dit voertuig goed ingezet kan worden ten behoeve van ziekenvervoer, ten behoeve van de logistieke zaken rondom COVID-19. En we hopen dat u ook de voorwaarden en de andere zaken die zijn opgenomen, dat u daar zich daaraan houdt. Uw deskundig personeel zal daar goed naar kijken. Het is een volledig equipped ambulance. We gaan daar zo met u naar kijken. Dus nogmaals, hier bij de overhandiging van uw ambulance. Dank u wel, minister. Ja. We zijn natuurlijk heel blij met deze geste wat betreft de ambulances. Daarnaast weten we ook hoe hard het ministerie zich inzet om de COVID-zorg en alle zorginstellingen te continueren. De ambulances zullen gelijk ingezet worden, het moment ze van hier wegrijden. En natuurlijk, wij hopen dat in de toekomst ook nog de behoefte is aangegeven. Maar vooralsnog zijn we heel blij met deze gesten. En we hopen dat u in de toekomst ook nog kan inspelen op de andere behoeftes. Zoals eerder aangegeven zal er dit weekend een totale lockdown zijn. U mag niet op straat vanaf vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. We gaan even naar de minister die verder hierop zal ingaan. Beste Surinamers, zoals u weet zal op vrijdag 4 september om 8 uur 's avonds een lockdown ingaan, gelden over heel Suriname, welke zal duren tot maandag 7 september om 5 uur in de ochtend. Deze maatregel moesten we nemen om u te beschermen. Deze maatregel moeten we nemen om de samenleving te beschermen tegen COVID-19. Een lockdown is sowieso niet bedoeld om u te pesten. Maar een lockdown is bedoeld om de rust in de gemeenschap te krijgen. De bewegingen van mensen te minimaliseren, zodat de transmissie, dus de besmetting van het virus, van mens tot mens beperkt wordt. We vragen u nogmaals om zich te houden aan de maatregel, namelijk het is dus verboden om u vanaf vrijdag 4 september om 8 uur 's avonds te begeven op de openbare weg zonder vooraf verkregen toestemming. Deze maatregel geldt dus niet voor de mensen die behoren tot de groep essentiële diensten. En die groep is langzaam aan bekend, maar ik zal het even zeggen, het zijn meer de mensen die in de gewapende diensten zitten. Mensen die in overheidsdienst zitten, welke shifts moeten draaien. Mensen in de zorg, als mensen die horen tot het zorgpersoneel. Andere essentiële groepen die om een of andere dringende reden zich op straat moeten begeven. Nogmaals, we zien in Suriname dat we aan het stabiliseren zijn qua infecties. We zien in Suriname de positieve effecten van de maatregelen. We komen gauw met onze situatieanalyse. En we zullen met u blijven communiceren. We snappen dat u op dit moment niet kunt feesten. We snappen dat u op dit moment niet gezellig samen kan zijn met elkaar. Maar dat kan, ook virtueel. Probeer gebruik te maken van die mogelijkheden. We komen gauw tot een stabiele situatie in Suriname. Met uw inzet, welke zeer belangrijk is en cruciaal is. Vandaag hebben we ambulances geschonken aan ziekenhuizen. Met als doel het vervoer van zieke mensen te garanderen. Je ziet dat we proberen op elk aspect te kijken naar mogelijkheden om de zorg in Suriname te garanderen. Ik reken op uw medewerking en u kunt rekenen op deze regering. Een goede tip is om voor de 2 lockdowndagen in het weekend voldoende en gezonde voeding in te slaan en tot u te nemen.
Gezond eten is heel belangrijk om uw weerstand op peil te houden. Doe wat van u gevraagd wordt. Zoveel mogelijk thuis blijven. Altijd de handen wassen, mond en neus kap op. Afstand houden, u weet 1,5 meter. En geen te grote groepen vormen. Waar u ook komt, natuurlijk. Stranang, COVID-19.